Jan, het is misschien wat filosofisch, maar verlies je deze wedstrijd omdat je hem in de eerste 10 minuten niet wint? Nou, achteraf is dat wel een wijsheid die misschien wel van toepassing is. We beginnen denk ik heel goed aan de wedstrijd met een paar hele vlotte aanvallen, een aantal grote kansen. We maken één doelpunt, dat moeten er misschien wel meer zijn. Het aanvallende spel van de eerste helft, daar ben ik zeer tevreden over. Want we hebben constant kansen gecreëerd, we waren steeds dreigend. Je maakt twee doelpunten, nogmaals misschien te weinig. Maar verdedigend zijn we een aantal keren naïef. We weten dat Spakenburg gevaarlijk is met omschakelmomenten en met spelervattingen. Ja, met name die tweede goal gaan wij heel hoog verdedigen terwijl er geen druk op de bal is. Ja, dat is vragen om problemen. En de derde valt uit een spelervatting. En de eerste ook. En de vierde valt uit een spelervatting van onszelf. Waar we, laat ik het maar netjes zeggen, een snellere speler in de 1 tegen 1 tegen Jordi Bitter moeten laten staan in plaats van Rick van der Meer. En ik vond wel de tweede helft ons spel minder. Spakenburg verdedigde de eerste helft in zone op het middenveld. Wilde snel doorstappen met de aanvallende middenvelden. Daar speelden wij prima tussendoor en onderuit. En daardoor hadden we de eerste helft denk ik een overwicht. En hadden maar we de makker was het moment dat je de grote kansen creëerde. Was of de laatste paas net 10 centimeter scherp. Of je kreeg de kans en je schiet ze er niet in. Die kans die Jongman krijgt na 8 minuten om de 2-0 erin te schieten. Ik denk dat hij zelf schrik hoe vrij die staat. Ja, ik heb er wel meer gezien. Volgens mij Mengering nog? Raakt Jongman de lat. Mengering, Jordi Hilteman, bal wordt van de lijn gehaald. En dan kijk ik alleen nog naar de grote kansen. Dat betekent dat je de eerste helft het aanvallend in ieder geval prima hebt gedaan. Alleen dat je wel wat effectiever had kunnen zijn. Tweede helft maken zij koppeltjes op het middenveld in plaats van in zone te staan. Ja, dan weet je dat je of met je middenvelders verder uit elkaar moet gaan staan om je spits in te spelen en er dan bij te komen. Of je gaat in het centrum staan en je gaat meer buitenom voetballen. Maar wij deden het ene wel en het andere niet. En op het moment dat wij dan door het centrum opbouwen en daar onze vrije man vinden. Ja, dan moet je wel zorgen dat je daarna buitenom gaat voetballen als het centrum dicht zit. Nou, dat deden we te weinig, vond ik. Ja, daarnaast hebben we ook nog wel een aantal hele aardige kansen gehad. Maar anticiperen we ook net niet goed genoeg op de balletjes die ertussen vallen. We hebben soms het overzicht niet van de bezetting voor de goal. Spakenburg had overal een voetje of een grote teen of een ander lichaamsdeel tussen. Dus dat is ook een compliment voor hun. Maar wij hadden de tweede helft daar veel meer uit moeten halen. Maar los daarvan vind ik dat je deze wedstrijd nooit mag verliezen. Want het kwaliteitsverschil is denk ik absoluut aanwezig. Alleen wij waren niet effectief en zij wel. Het kwaliteitsverschil is aanwezig. Het kwaliteitsverschil was ook aanwezig bij Tekken. Die verlies je ook. Het is te vaak net niet in het afmaken van de wedstrijd. Ja, Tek vond ik wel een ander verhaal. Toen creëren we ook bijna niks. En daar hadden we vandaag niet zo'n last van. Dus je kan wedstrijden niet altijd met elkaar vergelijken. Het is wel zo dat bij ons de pieken hoog zijn, maar de dalen iets te diep. En zoals Guus Hiddink dat altijd mooi noemde, de ondergrens, die moet omhoog. Want als je ziet dat het de tweede helft wat moeilijker gaat, dan moet je in ieder geval zorgen dat je de momenten die je herkent, waar Spakenburg gevaarlijk in kan zijn of goed in is, zoals spelervattingen, dat je dan niet het kaas van je brood laat eten. En dat hebben wij wel gedaan. En nogmaals, die vierde goal was misschien wel een schoolvoorbeeld van naïviteit bij ons. Dat je Rick van der Meer in 1 tegen 1 laat staan tegen Bitter. Ja, dat is vragen om problemen als je de bal kwijtraakt. Ander ding, je bent bezig aan je derde seizoen, Katwijk. Er gaat binnenkort gesproken worden over contractverlenging. Is daar al over gesproken? Heb je zelf al een idee over je toekomst? Nou, bij mijn weten is het... het is je tweede seizoen. Mijn tweede seizoen, Bert. En ik heb er net aan, het is 1 november geweest, 1 seizoen op zitten. En op dit moment ben ik daar helemaal niet mee bezig. Vind ik totaal niet van belang.